Als je lawaai hoort op Oudejaarsavond, dan denk je natuurlijk allereerst aan vuurwerk. En daarom hadden buurtbewoners aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle ook niet echt door dat er iets mis was. Toen zij vorige week dinsdagavond ergens na 7:45 harde knallen hoorden. Tot voorbijgangers rond 21:50 die avond een zwaargewonde man op straat zagen liggen. En bleek dat die knallen die daar worden gehoord in Zwolle vermoedelijk schoten uit een vuurwapen waren geweest. Waardoor die man meerdere keren werd geraakt. Hulpdiensten, agenten probeerde het ernstig onderkoelde slachtoffer nog te reanimeren. Maar zijn schotverwondingen waren zo ernstig dat hij ter plekke overleed. Slachtoffer bleek een van de bewoners van die straat te zijn. De 52-jarige Henk Wolters. Het is een ontzettend treurig idee dat niemand dus door had op dat moment wat hem was overkomen. We hebben nu een live verbinding, als het goed is, met de meldkamer voor die regio waarin Zwolle ligt. Die meldkamer is in Apeldoorn, mevrouw Ballast. Henk Wolters was bekend bij u, maar er is nog niet duidelijk door wie en waarom hij is doodgeschoten. Nee, wat we nu weten is dat het slachtoffer na een feestje rond 8:45 weer terugkwam aan de Buitengasthuisstraat. En op basis van van het hulzenspoor dat we hebben gevonden en de geluiden die buurtbewoners hebben gehoord, denken we ook dat hij rond die tijd, rond 8:45, is neergeschoten. Maar we weten bijvoorbeeld niet of hij daarvoor een ruzie heeft afgespeeld of iets dergelijks. En daarom zijn we dringend op zoek naar mensen die voor, tijdens of na dat tijdstip iets verdachts hebben gezien in de straat of rondom die straat. En iets verdacht kunnen verdachte personen zijn, maar bijvoorbeeld ook verdachte voertuigen. Even kijken naar de ligging van die Buitengasthuisstraat. Die ligt weliswaar dicht bij de binnenstad van Zwolle, maar dan wel aan de andere kant van de A28. Het is een soort hofje, een beetje ingeklemd tussen allerlei bedrijven, een sporthal en dus die A28 en de IJsselhallen. We weten allemaal, Oudejaarsavond is een avond dat mensen op pad gaan voor familiebezoek of feesten. Dus de politie hoopt dat daar in de omgeving iets is gezien door die mensen die wat afwijkend voelden, wat dan ook. Mevrouw Ballas, die periode rond het thuiskomen van het slachtoffer is interessant voor u, omdat zeker ruim het uur daarna tot het moment dat het slachtoffer is gevonden. Ja, zeker. Dus als er is gezien dat er één of meerdere personen liepen of misschien wegrenden of wegreden, dan willen we dat heel graag weten. Het lijkt er nu op dat Henk Wolters vlakbij zijn huis, dat ligt bij de sporthal, voor het eerst is beschoten. En dat hij en de schietende dader daarna via de stoep langs de huizen zijn gelopen, de hoek om zijn gegaan en uiteindelijk is het slachtoffer iets verderop gevonden. Nou, als dader kan je dan wegkomen door verder in de noordelijke richting die Buitengasthuisstraat uit te gaan. Maar je kunt je ook omdraaien en dan kun je langs het parkeerterrein onder het viaduct van de A28 door. Nou, wat we verder ook weten is dat er rond dat tijdstip net een dienst van de Vrije Evangelisatiekerk was afgelopen. Dat is daar ook vrij dichtbij. Dus mogelijk waren er mensen die uit die kerk kwamen die iets is opgevallen. En uiteraard doet de politie ook een beroep hier weer op mensen met een eigen bewakingscamera in de buurt. Of mensen die hebben gereden met een dashcam. De politie wil al die beelden sowieso graag zien. Ook die kunt u dus uploaden via een tipformulier. En mevrouw Ballas, u wil meer weten over het slachtoffer. Ja, we proberen inderdaad zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren wat Henk Wolters die dinsdag 31 december heeft gedaan. En daarom willen we graag iedereen spreken die hem die dag heeft gezien of gesproken. Ook als op dat moment de indruk bestond dat er helemaal niets aan de hand was. Nou, het slachtoffer die had die dinsdagavond donkergrijze kleding aan en Timberland schoenen. En hij reed rond in zijn eigen auto, deze Opel Aquila. En tot slot, mensen kunnen ons echt helpen bij het ophelderen van deze zaak door ons te vertellen met wie Henk Wolters mogelijk conflicten had. En die informatie kan uiteraard ook vertrouwelijk gedeeld worden via Team Nationale Inlichtingen. Duidelijk, dank mevrouw Ballast. En voor u thuis, de afgelopen periode zijn er meer schietincidenten geweest in Zwolle. Op dit moment is er nog niets te zeggen over een mogelijk verband tussen het neerschieten van dit slachtoffer en die eerdere incidenten. Maar het staat vast dat uw informatie ontzettend belangrijk is voor het onderzoeksteam. Heeft u iets gezien? Bel de tiplijn. We zijn er nu live. Als u 0860-70 belt, dan gaat nu hier de telefoon over. En het Team Nationale Inlichting is dus te bereiken voor achtergrondinformatie op 079-345-899. 999.